Als ambassadrice van Max Havelaar ben ik afgereisd naar Ecuador om daar de boeren te bezoeken die zijn aangesloten bij een Fairtrade bananencoöperatie. Een van die coöperaties is El Guabo. El Guabo ligt in het zuidwesten van Ecuador en is opgericht in 1979. Destijds is men begonnen met 14 leden, maar ondertussen is de coöperatie uitgegroeid tot maar liefst 350 leden en biedt het werk aan meer dan 2000 mensen. Fairtrade coöperaties hebben als doel de leden de economische middelen te leveren die nodig zijn om vooruit te komen. Ik ben lid van de Associatie del Guabo, omdat ik een kleine finca van 1 hectare had. Entonces siempre yo vendía a otras empresas donde no pagan un precio razonable para el pequeño productor. Hace 5 años yo estuve siendo miembro de la Nación El Guabo con unos beneficios diferentes a las otras compañías que se entregaban. Que podía trabajar mejor con una estabilidad de precios. Porque me podía financiar con cualquier inversión y podía pagar. Ook de arbeiders die de boeren in dienst hebben profiteren mee van de Fairtrade verkopen. Hun salarissen liggen boven het normale loon in de regio. De boeren krijgen altijd tenminste de vastgestelde minimumprijs en een extra ontwikkelingspremie. En ze bepalen samen hoe ze die besteden. Maar wat vinden de boeren nou zelf het voordeel van dit Fairtrade systeem? Mero el precio. Precio de comercio justo y también viene un premio en la cual nos ayuda a desarrollar como gremio y como persona tenemos son los beneficios del comercio justo. Hemos hecho lo que es el centro de cómputo para los niños cuando ya terminan lo que es la primaria, cuando quedan de vacaciones para que algo vayan practicando cuando les toque ir al colegio. Extra onderwijs voor de kinderen van El Guabo dus, dankzij deze Fairtrade premie. Bien. Solamente eso. Sí, bien. En door de premie kunnen de kinderen niet alleen naar school, ze kunnen ook schoolspullen kopen, want de ouders krijgen een bon voor elk kind van $35 om schoolspullen te kopen en dat is hier in Ecuador heel veel geld. En op die manier hebben ze dus pennen, lijm, woordenboeken, schriften, een tas van El Guabo, ook prachtig, en natuurlijk schriften. Met de helden hier in Ecuador erop. El Chavo, Janice Real, beroemd model. En natuurlijk... José Luis del Hierro. Die dus, wie kent hem niet? El Guabo besteedt ook een deel van de Fairtrade-premie aan speciaal onderwijs voor verstandelijk gehandicapte kinderen uit de regio. Het is natuurlijk wel weer duidelijk dat deze kinderen hier helemaal het slecht getroffen hebben. Hier is zo weinig voorzieningen voor ze. Dus daarom moet er gewoon geld voor vrijgemaakt worden. En dat kan dus ook door middel van die premie. Het is allemaal zo simpel, maar het werkt dus wel. De gemiddelde bananenproducent heeft een plantage van 6 hectare groot. Het zijn zo'n 12 voetbalvelden bij elkaar. Een boer produceert wekelijks zo'n 150 dozen bananen van 18 kilo elk. Max Havelaar eist van de boeren milieuvriendelijke productie. Het gebruik van pesticiden en kunstmest wordt tot een minimum beperkt en biodiversiteit wordt bevorderd. Por supuesto. Estamos orgullosos porque sabemos que nuestra fruta está siendo consumida y de esa forma ayudándonos a todos nosotros por acá, los que somos de la asociación, El Guabo. El Guabo produceert jaarlijks 1,4 miljoen dozen bananen die na opslag in de haven van Marshalla voor export gereed worden gemaakt. Waren de boeren vroeger nog afhankelijk van tussenpersonen? Tegenwoordig verzorgt de coöperatie het transport in eigen beheer. Dit is het voorlopige eindpunt van de bananen, althans wat betreft het gedeelte hier in Ecuador. Hier gaan ze op de schepen en ze zullen zo'n 3 weken onderweg zijn voor ze uiteindelijk in Europa terechtkomen. Dan moeten ze nog verder rijpen en uiteindelijk liggen ze bij jou in de winkel.